situatie. Mensen, we zijn weer onderweg naar de volgende bestemming. Ook weer een bestemming waar we een jaar of 20 geleden geweest zijn. Dus vandaar ook Tour de Mémoire, wat we toegevoegd hebben aan Toffer op zoek naar de zon. En we hebben al een paar hele leuke plekken gehad, dat heb je net allemaal gezien. En we gaan er nog veel meer bezoeken. Ik hoop dat jullie het in ieder geval allemaal leuk vinden. We gaan een beetje D-Day doen, hè? In Normandië. In Normandië. Utah Beach, Omaha Beach. De parachutist aan de kerk. De parachutist aan de kerk. Wie weet wat die hadden we nog nooit gezien. Nee, dus hadden we nog nooit gezien. Terwijl we wel een paar keer daar in die streek geweest zijn. Dat zijn allemaal opties, mensen. Dat kan allemaal zomaar voorbij komen. En ook veranderen, want zo zijn wij. Dus gewoon blijven kijken. Dan ga je het allemaal zien. Het is in ieder geval mooi weer. Wij warm. En het is lekker warm. En we zwaaien. En we hebben een trage camper voor ons. Die is echt... Iemand die meer de voet op de rem heeft als op het gaspedaal. Er zitten fietsen voor. Daar kun je niet zomaar langs, Theo. Die heeft niet de Tour de France gewonnen, die fietsen. Kijk. Oh, god. Volgens mij had hij ook 50 jaar eerder moeten beginnen met trainen. Hij heeft niet eens een wielrennersfiets. Gewoon een fiets. Hij doet het wel. Zoek naar een plekje om even een bakje koffie te drinken en een broodje te eten. Komen we hier op een leuk vliegveld terecht. Een mooie plek toch om even koffie te drinken. Daar staat een hele mooie grote helikopter. Kijk, en als je dan hier bent, wat al toeval is, gaat er ook per ongeluk nog een helikopter de lucht in dadelijk. Kijk nou! Water. Hé, deze kennen we. Het wordt nog mooier. Nee? Hè? Deze hebben we vaker gereden. Ja, dat zal. Getwijfeld. Ja, maar ja, dat zie je dus niks van. Dat is Saint-Malo. Ja, volgens mij ook is dat Saint-Malo. Zo blauw, hè? Normandie, moet eens kijken, hier staan ze zelfs buiten. Ik zie hem al hangen. Is hem dat? Ja, dat is hem. De man aan de kerktoren. John Steele, een Amerikaanse parachutist, werd in de nacht voor de Longest Day gedropt en belandde met zijn parachute aan de kerktoren. Hier hield hij zich circa 3 uur voor dood voordat de Duitsers hem gevangen namen. Toch ontsnapte hij en vervoegde zich later weer bij zijn kameraden. Kijk, doe jij het of... Wat is er dan? Die!
Ja? Dat een lantaarnpaal hangt. Ja, hij staat, staat erop. Hoe staat hij erop? Hij staat er al op. Oké, okay. Nou, dan kunnen we weer door. Want wat is dat? Wat, de Hans? Nou, dus die is hier omgekomen. Dat zijn de helden van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Oh. We'll never forget. Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. Hij zat bij de 29e Infanteriedivisie. Dilbert S. Bearer. Grappig. Ja, maar die zag ik dus in de andere plaats ook. Hier gaan we naar rechts, en hier heb je het museum. Ja. Achter. Mensen, we komen nu dadelijk op een plek bij een camping waar we 17, 18 jaar geleden ook hebben gestaan. En met de kinderen hebben hier gestaan. En ooit daarvoor al eens met de kinderen. Dus camping, camping Omaha Beach. Zo heet hij, ligt aan zee, direct aan het invasiegebied van D-Day. Ik hoop dat ze plek hebben. We gaan kijken of de plek is. Zo niet, ja, dan moeten we verder op zoek naar het volgende. Zal jij er in dat gebouwtje? Nou, check-in. We gaan even kijken. Nou, neem de actiekaart er maar mee. Mensen, we zijn hier dus bij een museum, oorlogsmuseum, is in particuliere handen. Deze mensen die het museum begonnen zijn, zijn na de invasie of na de bevrijding hier begonnen met verzamelen van allerlei dingen die de geallieerden en natuurlijk ook de Duitsers hebben achtergelaten. Wij gaan dadelijk even binnenkijken wat ze dan allemaal gevonden hebben. Dat ga je nu zien. Hier gaan we het museum in. Hier een bulldozer, mensen. Een Caterpillar. Een welbekend merk, maar dat merk bestaat nu momenteel nog steeds. Deze bulldozer werd gebruikt om alles wat de Duitsers hier opgeworpen hadden aan barricades zomaar even aan de kant te schuiven. Ik zal even een fotootje van laten zien. Kijk. Zelfs tanks werden ermee aan de kant geschoven. Hoe het was voor de invasie. En mensen, hier staat dus wat allemaal gebeurd is. Vanaf 6 juni 1944. Hier hangen voorbeelden, mensen, van brieven. Nou, dit is een brief, maar er is hier een voorbeeld van gemaakt. Zo de soldaten opgepept werden om ze moed in te spreken. En God bless you staat eronder. Hier wordt mooi weergegeven wat er op die stranden allemaal gebeurd is en hoe ze aankwamen. Mensen, dat wil je niet meemaken als je dit allemaal ziet. Maar we zijn dicht bij die stranden. We zijn dus bij Omaha Beach. En we gaan daar nog wel even op het strand kijken. Zoals de situatie was
op 6 juni 1944. Je ziet dus hier vooraan de zee en de schepen zoals die aankwamen. Daarachter, het bruine stuk, het strand. Hé, hey, dat is die bunker. En de bunker en de resten van die bunker, die staat er nu nog. Die zit er nog. Die gaan we ook straks even bekijken. Zie je dat? De Amerikaanse helm, die is gevonden in april 2021 op het strand hier. Thunderbolt vliegtuigen. De P of de T-47. En die werden natuurlijk ook neergehaald en hier een motor daarvan. We zien hier de restanten van een Sherman tank. 40 ton weegt die, 39.000 kilo. En die kon een maximum snelheid halen van 40 km per uur in ruw terrein. Nee, het is een beetje raar weer. Geen zon. Het is bewolkt. Temperatuurtje van de 15 graden. Dus het kan allemaal beter. Helaas. Maar wel een mooie dag om dingen te bekijken. Dus dat gaan we dan ook maar doen. Vanaf de camping, die is links en rechts hierboven zoals je ziet, loopt een paadje rechtstreeks naar het strand. En daar hebben we ooit al gestaan. Hierboven hebben we ooit gestaan, hierboven ergens. Het eerste jaar dat we hier kwamen, toen waren de kinderen nog mee. Ja, hoe lang is dat geleden? Ja, dat kan wel 25 jaar terug zijn, 30 jaar. Ja, inderdaad 25, denk ik. Mensen kijken hier links. Hier beginnen de restanten van de bunkers op te duiken. Er zit tegenwoordig een poortje of een deur in de toegangsweg. Die zat er vroeger ook niet. Ja, kunnen we even kijken in de bunker. Volgens mij kon je toen alleen vanaf de zijkant doen. Dit zijn gewoon de restanten van de bunker. Dat hebben ze volgestopt met puin natuurlijk. En weer opengebroken. En weer opengemaakt. En dan vind je dus dit soort dingen. Zie je dat? Hebben ze gewoon ingetrapt. En dit is gewoon dicht geweest. Want zo zat dat er niet. Zo herken ik het niet. Ja, dat is het volgens mij. Zo. Kijk eens hoe dik die muren zijn. Ja, maar je zag ergens op een plaatje. Dat is 30 centimeter beton. Mensen, hier staan we op de invasiestranden van Omaha Beach. Ja. Kun je je voorstellen? Ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je dat hier zo vanuit die kant gewoon allemaal boten aankomen, vol met militairen, die hier de stranden op komen stormen om hier de Duitsers te verjagen. Aan die kant, daarachter, er ligt ergens Point du Hoc. Daar zie je dus een rots in de verte. Die rots is 30 meter hoog. Daar moesten de Amerikaanse soldaten, misschien ook de Engelsen, zeker weten doe ik het niet, maar in ieder geval de Amerikaanse soldaten, 30 meter de steile rotsen omhoog, over een puntdraadhek heen, en daar konden ze de aanval inzetten. En dat is allemaal gelukt. In eerste instantie is er een aanval opgezet vanaf dit strand, en dat is mislukt. De tweede poging is wel gelukt. Toen we straks in het museum waren, zagen we ergens die grote bunker ingetekend. Dit is die bunker. Dit zijn de restanten nog van die hele grote bunker. We gaan daar even kijken, want er staat een monumentje bovenop. Kijk, op het strand, of boven het strand, bij dat grote
betonnen bunkerrestant, komen we dus dit monumentje tegen. Het is wel heel bijzonder, heel mooi. Ik zal eens even laten kijken naar het gezicht van deze soldaat. Kijk eens, die man die geeft een beetje het gevoel weer wat er gebeurd is hier op het strand als je zo moet vechten voor de vrijheid van een ander. Als je de tekst leest op een dergelijk monument als dit, lees je soms ook dingen waar je geen weet van hebt gehad. Ik heb het althans nooit geweten dat er voor de operatie die hier is uitgevoerd, die begon op 6 juni 1944, 300.000 manschappen waren gemobiliseerd. 300.000, dat is echt wel heel veel. Ja, ik ben even op mijn knieën bij gaan zitten en ik kijk bijna recht in de loop van een kanon. Een kanon die dus gericht was op de zee, dus zeer waarschijnlijk een Duits kanon die daar de geallieerden wil beschieten om zichzelf te verdedigen. Dit is waar ik net op de knieën voor lag. Dit is dat kanon. Dat kanon daar staat daar. En dit gebied, deze landingsstranden, er zijn allemaal onderdelen, of er is een onderdeel van de Atlantic Wall. En de Atlantic Wall die liep van Noorwegen tot aan Spanje, was één grote verdedigingslinie van de Duitsers. En dat moest natuurlijk ergens doorbroken worden. En dat hebben ze hier gedaan. Hier op het strand zo'n brug of een bruggenhoofd. Die werd gebruikt voor de grotere schepen in verband met de aan- en afvoer van troepen en van materieel. Dit was een stukje strand, Omaha Beach. En wij gaan dit paadje weer op. Even kijken, daar zo omhoog. Want daar helemaal bovenaan, daar begint de camping weer. Na 2 dagen verlaten wij deze mooie camping, gelegen aan de landingsstranden. De camping biedt plaats aan zo'n 200 campers of caravans en de voorzieningen zijn goed. En we zijn weer onderweg. Tweede Pinksterdag. We gaan eerst maar eens weer op zoek naar de supermarkt voor een stokbroodje. En dan gaan we onderweg weer ergens een stokbroodje eten en een kopje koffie doen. En dan gaan we vandaag weer zien waar we terechtkomen. Hier, dit is hem. Leuk, hè? Ja. Zie je, hè? Kijk, een mooie trekker met een mooie caravan erachter. Zouden ze zwarte cross hebben hier? Ja, zeg ik. Ja. En langzaam komen we in een iets ander gebied. Ja, het gebied blijft wel hetzelfde. Golfbaan, een golfbaan, ja. Nee, maar in de Omaha Beach, zeg ik het alweer. Omaha Beach was de landingsplaats van de Amerikanen. En langzaam gaan we het gebied in waar de Canadezen geland zijn aan de kust met de bevrijding. En wij gaan vandaag dan ook het Canadese begraafplaats bezoeken. Die hadden we nog niet eerder gezien. We hebben heel veel museumtjes in de loop der jaren gezien. Daar waren we inderdaad in het verleden nog nooit geweest. Nee, dus daar willen we eens kijken. Daar gaan we nu even een beetje aandacht aan besteden en dat vinden we leuk om even een bezoekje te brengen. We slaan dit keer de Amerikaanse begraafplaats over. Die hebben we drie keer gezien. Amerikaanse begraafplaats, waarschijnlijk veel indrukwekkender en groter om te zien.
maar de Canadezen mogen ook niet vergeten worden. Onderweg naar de Canadese begraafplaats komen wij deze begraafplaats tegen, de begraafplaats van Reyes. Hier zijn 652 militairen uit de hele gemeenebest begraven. De eerste slachtoffers vonden hier al een rustplaats na 2 dagen na de invasie. Dus kunt u zich voorstellen, kom je vanuit Amerika, Canada of waar dan ook vandaan en dan lig je met 2 dagen hier. En dat allemaal voor onze vrede. Hier liggen soldaten begraven uit Egypte. Ja, uit de hele gemene best mensen liggen hier de slachtoffers. In een dorpje waar de Canadese. Ja, rechts voor je staat. Ja, de Canadese begraafplaats is. Béni-sur-Mer. Dus nog 900 meter. Hier aan de linkerzijde. Parkeerplaats, ja. Schitterend. En de zon is weer gaan schijnen. Kijk eens, de zee. Ja. Al heel ver weg. Eerst koffie of brood? Of eerst ja, kijken? We gaan eerst even een kopje koffie doen en een broodje. Ja. Hier zijn we op de Canadese begraafplaats. Hier liggen ongeveer 2000 Canadese soldaten begraven. Deze hebben allemaal meegevochten om te zorgen dat op de eerste dag van de invasie het dorpje Béni-sur-Mer al bevrijd was. Om richting Caen op te rukken en Caen te bevrijden, heeft deze divisie, dat is de 3e divisie, nog een maand over gedaan. En daar zijn natuurlijk ook de nodige slachtoffers gevallen. Die zullen ongetwijfeld hier ook liggen. Hier is een graf, mensen, van een jonge man die op 21-jarige leeftijd het leven heeft gelaten. Hij was het enige kind van het gezin. Het zal je maar overkomen, het zal je maar gebeuren. Wij hebben 2 zonen. Eén daarvan is in Afghanistan geweest en wij waren heel blij dat hij daarvan terug was. Van de Westlake Brothers. En wat was dat ook alweer, Judith? Dat waren 3 broers. En de ene, George, is omgekomen op 7 juni
En 4 dagen later kwamen zijn andere 2 broers, Albert en Thomas, om. En alle 3 liggen ze hier begraven. Apart, hè? Heel eng. Vanaf deze toch wel heel bijzondere plek sluiten wij deze vlog af. Wij hopen dat jullie deze vlog mooi vonden. We zeggen dan ook bedankt voor het kijken en tot de volgende.